Dat brengt ons naadloos, denk ik, bij de interieurinrichter of de opleiding interieurinrichter. Mm-hmm. Wat bieden jullie op dat vlak aan? Wel, binnen de sector interieur hebben we heel wat opleidingen. We hebben een opleiding meubelstoffeerder, we hebben een opleiding woningstoffeerder, autobekleder. Maar vandaag zou ik graag even stilstaan bij de opleidingen interieurinrichter en interieurstylist. Mm-hmm. Vooral omdat we merken bij infoaanvragen dat er heel veel mensen zijn die twijfelen tussen interieurinrichter enerzijds of interieurstylist anderzijds. En er is toch wel een groot verschil tussen beide opleidingen, vandaar dat ik daar vandaag eventjes zou willen bij stilstaan. Dan een opleiding interieurstylist. Een interieurinrichter zal na het volgen van de opleiding perfect in staat zijn om een ruimte volledig te gaan indelen en ook technisch correct te gaan uittekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dressing, een keuken. Zij gaan eigenlijk echt perfect in staat zijn aan de hand van AutoCAD, van SketchUp, om een volledig beeld klaar te maken, om dan daarmee naar de aannemer te gaan, zodat die het technisch correct kan uitwerken. Uiteraard vraagt het ook wel enige creativiteit. Het is niet de bedoeling dat je klakkeloos andere ontwerpen gaat gaan overnemen. Ja. Je moet echt je eigen stijl gaan creëren en dat gebeurt ook binnen de opleiding. Maar je gaat het tot in detail wel uittekenen, ja, dat het kan gemaakt worden. Klopt. Of kan gebouwd, ja, worden. Ja. En daarnaast ga je dan ook als interieurrichter met de klant op zoek naar de juiste materialen. Mm-hmm. Jij weet wat geschikt is voor welke ruimte en aan de hand van het budget van de klant ga je dan verder op zoek wat er mogelijkheden zijn binnen het project van de klant. Natuurlijk maak ik ook een kostprijsberekening op aan het einde van het hem gaat kosten. Ja, ja. Terwijl in een opleiding interieurstylist, daar ligt de focus eerder op, op de afwerking, op de details. Je begint eigenlijk bij opleiding interieurstylist met kleuradvies. Mm-hmm. En vanuit het kleuradvies ga je dan verder naar de volledige styling van een pand, een woning, een bedrijf. Daar is een bepaalde sfeer gaan creëren, een bepaalde stijl gaan meegeven aan je pand, veel belangrijker dan die indeling. Die indeling komt niet aan bod bij een interieurstylist. Mm-hmm. De opleiding interieurstylist die kan je volgen in campus Rüsselare. Die gaat door 's avonds telkens op dinsdagavond komend cursusjaar. De opleiding interieurinrichter, daar zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kies je voor een voltijdse dagopleiding. Mm-hmm. Die gaat door in campus Rüsselare telkens van maandag tot en met donderdag. Of je kiest voor een avondopleiding en die kan je gaan volgen dan in Brugge of in Rüsselare. In Rüsselare gaat die door op dinsdag en donderdagavond, in Brugge op maandag en woensdagavond. Ja. En hoe lang duren ze, de opleiding? Beide opleidingen duren 2 jaar. 2 jaar. Het is zo, bij interieurstylist heb je eigenlijk al een getuigschrift kleuradvies na het eerste jaar. Mm-hmm. Volg je dan specialisatie interieurstylist bij en krijg je dan nog een getuigschrift interieurstylist extra. Ja. Bij interieurinrichter krijg je pas een getuigschrift naar het 2e jaar. Ja. Ja. Ja, die 2 jaar is over avondopleiding, ja, dan voor ons. Dus in de dagopleiding is het dan hoe lang? De dagopleiding is 1 jaar, ja, en daar ligt het tempo ook wel een stuk hoger. Mm-hmm. Aangezien dat 4 dagen per week volgende opdrachten elkaar heel snel op. Ja. Ja, daar is het wel belangrijk, maar eigenlijk bij alle opleidingen is het belangrijk dat de cursisten er zich van bewust zijn dat het heel wat energie zal vragen, ook naast de lessen, mm-hmm, om alles klaar te spelen. Ja. En dat is wel heel belangrijk. Heel wat, ja, huiswerk. Zeker huiswerk, maar ook naslagwerk, opzoekingswerk, beurzen bezoeken. Mm-hmm. Is in de bibliotheek gaan duiken en, ja, wat opzoeking doen rond geschiedenis en dergelijke. Mm-hmm. De bekendste ontwerpers zijn ook heel belangrijk, ja, om een bepaalde sfeer en stijl te gaan kunnen zetten op jouw ontwerp. Is het, mm-hmm, ook belangrijk om te weten wie dan die ontwerpers waren in het verleden. Ja, ja. Ja, daar, ja, dat is ook wel heel belangrijk. Is er iets voorzien van stage of zo? Ja, binnen de voltijdse dagopleiding is er een week verplichte kijkstage voorzien. Het is een minimum een week, maar we zien dat veel cursisten ervoor kiezen om die week wat we verlangen, om dan, mm-hmm, nog wat meer ervaring op te doen. Mm-hmm. Het gebeurt vaak dat ze mee kunnen met de klant naar de werf, of ze kunnen een gesprek bijwonen met de klant. Dat zijn zaken die wij hen op school niet live kunnen meegeven. Mm-hmm. Dus dat is echt wel een meerwaarde om dergelijke dingen op de stageplaats te kunnen gaan doen. Mm-hmm. Ja. Ja. Heb ik voor die opleidingen voordeel aan voorkennis? Goh, op zich niet. Het hoeft niet. Mm-hmm. Je kan echt van nul beginnen, zowel aan interieurstylist, interieurinrichter als aan dagopleiding. Het is ook zo, als je toch al over voorkennis beschikt, dat dat niet hoeft af te schrikken, dat je eigenlijk wel vrijstelling kan aanvragen. Bijvoorbeeld voor tekentechnieken, voor AutoCAD, kunstgeschiedenis, kleurenleer. Daarvoor kunnen eventueel wel vrijstellingen aangevraagd worden. Mm-hmm. Ja. Ja. En een beetje artistiek talent kan ook wel... Is een hele grote meerwaarde, ja. Ja. Oké. Okay. Is dat een dure opleiding? En komen daar kosten bij naast het reguliere inschrijvingsgeld?
Op zich niet. Dus naast het inschrijvingsgeld hangt het er een beetje vanaf hoe ver de cursus zelf wil gaan. Mm-hmm. Als de cursus graag hele grote moodboards maakt, dan kan die kostprijs wel gaan oplopen. Maar op zich kan het met een beperkt budget ook wel al georganiseerd worden. Maquettes zijn inbegrepen, of materiaal voor maquettes zijn inbegrepen in de prijs. Wil de cursus van elk project een maquette gaan maken, dan zullen ze zelf nog extra materiaal moeten aankopen. Ja. Mm-hmm. Op het einde van de rit, wat krijgt men dan? Dus na het volgen van de opleiding interieurrechter of interieurstylist in avond krijg je het thuisschrift. Mm-hmm. Kies je ervoor om de dagopleiding te volgen in combinatie met ondernemerskills, dan krijg je een ondernemerschapsdiploma. Ja. En dat is dan vooral bedoeld om zelfstandig te worden of in bijberoep te gaan? Of is dat niet per se zo? Dat hoeft niet per se zo te zijn. We weten uit ervaring, zeker wat de dagopleiding betreft, dat er heel veel mensen zijn die eerst binnen een bedrijf ervaring gaan opdoen. Mm-hmm. Dat kan bij een keukenbouwer zijn, dat kan in een meubelzaak zijn. Maar er zijn ook mensen die na die enkele jaren ervaring opdoen, ervoor kiezen om zelfstandig te beginnen. Intussen hebben we al een cursist van ons die een les aan het geven is bij ons. Okay. Dus die is ook zelfstandig begonnen na, mm-hmm, denk ik, 2 jaar. Dus er zijn zeker mogelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan na het volgen van de opleiding. Ja. Ja. En qua tewerkstellingskansen, zo, als je uitstroomt, gaat dat vlot? Is daar vraag naar zo'n... Ja, zeker binnen de voltijdse dagopleiding merken we vorig jaar bij de rapportuitreiking, mm-hmm, dat toch 3/4 van de klas effectief binnen de sector al aan de slag was. Dus dat is wel leuk om te horen dat de mensen echt wel tevreden zijn na het volgen van de opleiding en dat hun opleiding ook geapprecieerd wordt binnen de sector. Ja. Ja, ze worden gehadhunt, bij wijze van spreken. Of, vooral bij stageplaatsen. Als de stage goed meegevallen is, dan gebeurt het nogal eens dat mensen kunnen blijven. Zij deeltijds of fulltime, afhankelijk van de stageplaats dan misschien. Ja, dus je zoekt best een stageplaats met een vacature. Ja, en een stageplaats die je ook echt ligt. Soms, mm-hmm, is het beter om eens rond de kerktoren weg te gaan en echt op zoek te gaan naar een bedrijf waar jij je goed voelt, waar jij naar opkijkt. Mm-hmm. Om daar dan een stage te gaan doen, dat kan echt een meerwaarde zijn. Ja, ja, klopt. Oké. Okay. Wat zijn volgens jou de troeven van de opleiding bij Sintra West? Waarom, stel dat ik dit wil volgen, waarom kom ik dat hier volgen en niet op een andere plaats? Er zijn er een paar, natuurlijk. Het tempo van de opleiding. Mm-hmm. Eigenlijk word je op een jaartijd klaargestoomd om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan of om het beroep te gaan uitoefenen. Mm-hmm. We laten ook een stuk de zuiver theoretische vakken achterwege. Dus voor mensen die theoretisch gezien niet zo sterk zijn, kan die opleiding ook echt wel een meerwaarde zijn. Mm-hmm. Daarnaast blijf je, zeker in de voltijdse dagopleiding, het studentenstatuut behouden. Ja. Wat dat ook wel een meerwaarde kan zijn voor veel mensen. En onze docenten zijn allemaal mensen die ook effectief in het werkveld aan de slag zijn. Dat zorgt er ook wel voor dat zij vanop het veld heel veel zaken bij de cursisten kunnen brengen. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Goed. Ik dacht dat ik ook nog enkele beelden had voorzien van cursisten van de dagopleiding. Ja. Dus dat is een eindproject van een van onze cursisten. Het is zo, het laatste project is allesomvattend. Dus de cursisten maken, richten een woning in of een zaak in van A tot Z, maken daar ook een kostprijsberekening van. In dit geval is het een appartement aan de kust die ingericht wordt als vakantiewoning. Mm-hmm. Ja. En dat komen de cursisten dan verdedigen voor een jury op het einde van het cursusjaar. Dus je ziet dat het volledig uitgewerkt met 3D-beelden ook. Hè. Is het ook uitgevoerd? Is dat, Nee. Okay. Het is een ontwerp die bij een ontwerp zal blijven wellicht. Oké, jammer, want het is wel heel mooi gedaan. Ja, ik sta dikwijls zelf versteld van hoeveel een cursist kan, mm-hmm, na het volgen van 1 jaar opleiding. Ja. Ja. Dus als er een bouwpromotor kijkt en zich aangesproken voelt, dan kan dit ontwerp misschien toch nog een eigen leven gaan leiden. Hè. Goed, ik denk dat we er zijn. Allee, ik denk dat je daar nog heel veel kunt over vertellen, Isabel. Ja, natuurlijk. Als er nog vragen zijn, mogen mensen mij ook altijd contacteren. Hè. Dat kan zeker. Oké. Okay. Dus dat kan... er is een vraag via de chat binnengekomen, zie ik. Mag je eigen creativiteit in het ontwerp steken of ben je afhankelijk van de verwachtingen van de docent? Goh, het is zo dat er heel veel ontwerpen gemaakt worden in de loop van het cursusjaar. Er wordt vaak gevraagd om rekening te houden met
de klant, mm-hmm. of met de docent dan in dit geval. Maar het is zeker de bedoeling dat de cursisten een eigen stempel op ontwerpen gaan drukken. Het hoeft niet gekopieerd te worden en het is niet zo dat de docent gaat zeggen van je moet deze stijl of deze stijl gaan hanteren. Het is echt de bedoeling dat ze gaandeweg, doorheen de opleiding, in staat zijn om een eigen ontwerp te maken, mm-hmm. een eigen creatief ontwerp. Ja, ja. Oké. Okay. Goed, dankjewel.